Kai, je zit er lekker in. Als jij het zegt, dan geloof ik dat, ja. Nou, kunnen we wel stellen, denk ik, dat je de afgelopen wedstrijden goed hebt gespeeld? Nou ja, het gaat wel iets beter, denk ik, ja. En we winnen, dat is het belangrijkste, dus ik ben wel tevreden. Nog even terug naar jouw beginperiode. Dat is ook de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Laat je die nu echt achter je? Nou, ik denk dat ik dat wel probeer de laatste week al. Ja, ik kan er verder niet heel veel mee, dus gewoon door. Wat is er voor jouzelf veranderd ten opzichte van die eerste periode? Niet per se heel veel. Ik speel denk ik gewoon iets beter en dan denken mensen gelijk dat heel veel is veranderd. Ik moest in het begin gewoon een beetje wennen en ik hoop dat het nu steeds beter kan gaan. Is het dan met name wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe medespelers, natuurlijk trainen op een andere ondergrond? Ja, alles is gewoon eigenlijk een beetje wennen. Ik had het zelf, moet ik eerlijk zeggen, ook wel een beetje onderschat. Ik dacht dat je wel vrij snel kan aanpassen. Ja, misschien verschilt het ook per persoon, maar ja, zoals ik al zei, een beetje wennen, maar het gaat nu steeds beter. Nou ja, wat ik net al zei, je bent los. Twee goede goals tegen Dordrecht. Een paar keer belangrijk in de aanvallen met goede acties. Kunnen we dan ook echt stellen dat je los bent? Ja, ik hoop het. En zoals ik al zei, als jij het zegt, ik hoop dat ik goed kan blijven spelen. Aanstaande maandag een lastige uitwedstrijd bij Jong AZ. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Ja, je weet natuurlijk dat ze heel goed kunnen voetballen. Kunstgras, zorgt ervoor dat ze nog beter kunnen voetballen. Goede spelers natuurlijk. En het is gewoon altijd lastig daar, maar ik denk als we gewoon zo doorgaan als de laatste wedstrijden, dat wij gewoon moeten winnen. Wat zijn dan de belangrijkste punten die je meeneemt van de vorige wedstrijd bijvoorbeeld? Persoonlijk of qua team? Of... Ja, allebei. Ja, gewoon als team. Ik denk dat iedereen hard voor elkaar werkt. De ene wedstrijd speelt de ene wat beter, de andere wedstrijd wat ander. Ik denk dat iedereen elkaar gewoon goed aanvult de laatste tijd en dat we het zo iedereen lastig maken. Heeft dat ook te maken met de dynamiek en de goede sfeer in de groep? Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Ik denk dat iedereen het wel goed met elkaar kan vinden. En zoals je ziet, dat we gewoon hard voor elkaar willen werken.